Het is 1 januari, nieuwjaarsdag. Het is super koud. Ik sta in het Streekbos. Het is 5 graden boven nul. In het water is het 4 graden. Ik ga de nieuwjaarsduik voor vandaag voor de eerste keer doen. Ik ben benieuwd. Is het de eerste keer dat je meedoet aan de nieuwjaarsduik? Nee. Hoe vaak heb je al meegedaan? Dit is mijn 4e keer. Oh, wat vond je ervan? Leuk. Koud? Ja. Je bent bijna helemaal zonder kleren. Heb je die super koud? Nee hoor. Waarom doe je mee aan de nieuwjaarsduik? Ja, ik vind het wel grappig om een keer mee te doen eigenlijk. Heb je al eerder meegedaan? Nee. Eerste keer? Ja. Wat ga je ervan denken? Koud. Heb je het nu al koud? Ja, een beetje mijn voeten. Ze gaan zo meteen de warming-up doen, dus nou ja, ik zal wel mee moeten doen. Ik ga me vast omkleden. Nou, met kleren is het aan koud, nu is het nog kouder. Ik ga de warming-up doen. En dan leg je linker. Ga zo mee doen. Hou vol, nog 10 minuten, kom op. 10 minuten, kom mee. Ja, goed. Nee, dat kan je niet overnemen, dat kan niet doen. 4 graden. Het water is inderdaad 4 graden en veel kouder dan bovenop. Ik ga snel mijn kleren aantrekken, want ik trek het niet. Heb je het koud? Ja. Ben je helemaal onder water gegaan? Nee. Ga je nog een keer straks? Nee. Ja, heb je het koud? Ja, heel erg. Ben je helemaal onder water gegaan? Ja, dat wel. Ja, heb je een natte hoofd ook? Nou, ik vind het zo goed als. Ga je nog een keertje? Wat zei je? Ga je nog een keertje? Ik denk zo meteen nog wel hoor. Dapper. Ik begrijp niet wat mensen leuk vinden aan de nieuwjaarsduik. Het is echt veel te koud. Ik ben ook niet onder water gegaan, want ik had het ook veel te koud. Nou ja, mijn goede voornemen voor volgend jaar is onder water gaan met de nieuwjaarsduik. Leuk dat jij hebt gekeken.